dan is het met algemene stemmen aangenomen. Het mag ook duidelijk zijn dat alle 8 gemeenten hier niet hetzelfde over denken. Agree to disagree, dat is de conclusie. Manlang hebben ze praat en ruzie zocht hoe de te bepalen koers. Onder mij vriendenwieken vreed. Doe meer ze eruit kwamen. Medewerkers Groen over te plaatsen naar de gemeenten die dat willen. En tot de conclusie gekomen van jongens, ophouden met ruzie maken en er gezamenlijk uitzien te komen. En ik ben hartstikke blij en echt opgelucht dat we dat vandaag officieel hebben kunnen maken. De 4 gemeenten die de Greenvoorziening zelfs doen willen, kennen dat. Dat dat op 1 april al ingaat, bloot extern, maar binnen 3 mannen moet financiële en personele zaken duidelijk wijzen. En ik vind dat we nu een keurige oplossing hebben gevonden. De 4 Groen bij de Caparis laten hebben gezegd, prima, jullie krijgen die ruimte. En wij willen ook de financiële zekerheid voor de wat langere termijn. En dat kunnen we binnen nu en ik hoop een maand 3 regelen. Op het moment dat die 4 gemeentes die er nou aan zijn uitgaan, dat ik die in haar zien, als de business case nemen ze dat dan, de business case green, dat die nog stevig genoeg is om daar maar terug te gaan voor de 4 oerblijvende gemeentes. Wat denk je? Hoe schat je dat in? Ja, dat kan ik net zo goed beoordelen. Ik ben geen bedrijfskundige. De medewerkers van Caparis houden zwargen. Ze willen maar één ding. Dat het in ieder geval zorgvuldig gebeurt. Net alleen nog rekenmatig, maar ik mijn zorg voor de mensen dat zij ik waarom kennen als het mislukt. Het is voor iedereen en alles die bij Caparis belutsen west had, maar vooral voor de maaiwerkers is dit een hele lastige tijd geweest. Dat beseffen we nationaal heel goed. En vandaar dat we hier zijn van het is echt heeg tijd dat er duidelijkheid komt. Nou voor de green mensen, maar ik ben 3 maanden, maar er duidelijkheid komen voor de rest van de maaiwerkers. Want dit kan gewoon staan net langer.